ben Jennifer Ramkizoen. Ik werk voor de GGD Zaanstreek Waterland voor het straathoekwerk. Daar werk ik als senior straathoekwerker en hou ik me voornamelijk bezig met integrale schuldhulpverlening voor risicojongeren. Wat ik bespreek in een eerste gesprek is even kort wie ik ben, waar de organisatie waarvoor ik werk, hoe het gesprek eruit gaat zien, wat basisgegevens. Ik benoem mijn beroepsgeheim. Ik zorg dat iemand zich op zijn gemak voelt. Ik kijk eventjes naar de setting. Belangrijke ingrediënten zijn contact maken, een informele sfeer, iemand op zijn gemak stellen. Ervoor zorgen dat iemand hier weggaat met een goed gevoel. Dat duidelijk is van ik ben hiervoor gekomen en kan ik geholpen worden, ja of nee. En in het geval dat ze hier niet goed geholpen kunnen worden, dan zorg dragen dat ze ergens anders goed terechtkomen en daar veilig binnen zijn. We zorgen ervoor dat iemand zich op zijn gemak voelt door de huiselijke inrichting, de relaxte sfeer die we hier hebben, de manier hoe we iemand positioneren, dus schuin tegenover elkaar en niet recht tegenover elkaar, en dat ze iemand mee kunnen nemen als ze zich daar prettig bij voelen. In een eerste gesprek gebruik ik geen specifieke gesprekstechnieken en geen script. Ik vind het belangrijk om op een natuurlijke manier contact te maken en grapjes te kunnen maken, zodat het op een natuurlijke manier kan flowen en je echt oprecht met iemand kennis kan maken. Kan iemand een goed gesprek leren? Ik denk dat je veel technieken kunt leren op school, op de HBO, op de master. Maar dat een goed gesprek ook gewoon natuurlijk moet flowen. Je moet in staat zijn om contact met iemand te kunnen maken. Wanneer iemand wat zegt, moet je daarop kunnen reageren. En je moet echt oprecht kunnen zijn. Je kan geen script volgen en dat volgens een bepaalde structuur doen. Je hebt altijd met mensen te maken en iedereen is anders. Dus ja, je kunt bepaalde dingen leren, maar het moet ook in je zitten. Mijn tips aan professionals zijn: zorg voor een niet veroordelende houding. Zorg ervoor dat je oprecht bent, geïnteresseerd bent in wat iemand vertelt. Pas je gespreksniveau en je taal aan degene die voor je zit. Zorg dat als je empathisch vermogen toont, dat het ook echt is vanuit je hart.